Zomaar een uh, rustige straat in een uh, rustige wijk hier in Breda. Oogenschijnlijk uh, gebeurt daar niets. En zomaar een heel normaal huis. En oogenschijnlijk gebeurt daar aan de buitenkant ook niets. Maar binnen. Hier ziet het er heel anders uit. Hallo. Ik ben terechtgekomen als ik zo om me heen kijk in een soort museum. Wim van der Veeken, is dit een museum? Nou, het is dus niet echt een museum. Maar op uh, verzoek van eigenlijk de Mayonnaise, in het bijzonder van Prins Fraas... heb ik hier het een en ander weggezet van dingen die ik in mijn eigen collectie heb. En ook nog een paar dingen die eigenlijk naar Malen terug zouden moeten, oftewel de Maai. Maar er zijn een hele hoop zaken waarvan ik zeg, die zijn al heel oud. Dat, dat, dat gaat jaren terug. Ja, inderdaad. En gelukkig dat het jaren oud is. Want ik ben bang dat er ook op de Maai nog heel veel dingen weggegooid zijn... En hoe komt iemand tot het bewaren van al die attributen? Want het is onvoorstelbaar. Het, het, het... Ik denk dat weinig mensen zo'n zo hoofdverzameling hebben. Ja, want dit is maar een deel natuurlijk. En dan zeg ik van, als carnavalshistoricus ben ik natuurlijk geïnteresseerd in allerlei spullen. Ik heb inderdaad nog wat ruimte om wat op te slaan, want anders laat je dat wel. En uh, ja, ik vind het zo jammer als dit allemaal verloren zou gaan. Maar dat gaat het niet. Want uh, ik denk dat een hele hoop mensen blij zullen zijn dat er iemand dat allemaal bewaard heeft. En dat blijven we bewaren voor het nageslacht. Ook al leven we in een digitaal tijdperk. Dit blijft natuurlijk de, de mensen bezighouden. Ja, dat denk ik wel. En uh, in Brabant merk ik dat nu steeds meer mensen besef krijgen in plaatsen. We moeten hier toch iets fysiek van gaan bewaren. Niet alleen digitaal. Maar dit. Met alle respect, is een relatief kleine ruimte waar de dingen wel opgeslagen staan, maar niet echt tot hun recht komen. Wat zouden we eraan kunnen doen om dat beter voor elkaar te kunnen krijgen? Nou, ik zou graag zien dat bijvoorbeeld. De heemkundekring de kaart gaat trekken en zorgt dat er toch ook een fysieke ruimte komt naast hun digitale ruimte om wat spullen te kunnen laten zien. Nou, maar dit is echt een carnavalsruimte en hier zie je allerlei attributen waarvan alleen jij waarschijnlijk weet waar ze vandaan komen. Is dat ooit te archiveren zodat anderen ook weten waar bijvoorbeeld die steek vandaan komt of waar die medailles vandaan komen? Nou dat, dat is wel te doen denk ik omdat in Malen vanaf het begin, 1958... Foto's zijn gemaakt. Zo heeft uh, de Mayonnaise. De Mayonnaise hebben dus ook uh, via. Uh, de erven van Johan van Beek, de eerste voorzitter van de Mayonnaise, hebben zij ook het eerste fotoboek uh, aangeboden gekregen. Ik heb het gerestaureerd, er waren enkele foto's verdwenen, maar ik had nog uh, uh, kopieën van die foto's, dus die konden erin teruggeplaatst worden. Zijn er in maanden nog meer uh, mensen die zo'n verzameling hebben, waardoor je het zou kunnen combineren? Of zeg je, nee, ik ben echt de enige die, uh, die zo gek was om dit al, allemaal aan te leggen? Nee, die zijn er wel, want naar mijn weten, Kees Vermeel dacht ik, ik denk dat hij zelfs alle. Alle kranten heeft. Ik weet niet of hij alle emblemen heeft. En er zijn nog één of twee mensen die bijna alle emblemen hebben. En is het een idee om met hem samen te kijken of dat te combineren valt? Ja, dat zou heel goed zijn, maar ik zou het liefst zien dan dat er een ruimte is op Malen. Niet hier dus. Okay, zullen we bij deze dan daar eens een hele goede oproep aan doen? Ik zou zeggen: doe het in de camera. Ja, nou, ik zou zeggen van. Uh... Uh, mensen van Made, mensen van de Mai, doe er iets aan. Want het zou jammer zijn als dit verloren gaat of altijd in dozen zit en niet getoond kan worden aan mensen. Want het is toch een heel belangrijk stuk uh, cultuur van de Mai zelf. Nou, als ze nou nog niet overtuigd zijn van het feit dat het moet gebeuren, dan weet ik het niet meer. Ik zou zeggen, heel veel succes. En ik ben benieuwd hoe het gaat aflopen met uh, jouw oproep uh, in Made. Nou, hartelijk dank.